Er is een dreigend tekort aan HIV-remmers in Suriname door vertragingen in het bestelproces van de medicatie. Een voorzichtige conclusie die Leike Wotje, internist, infectioloog van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, trekt, die wij zaterdag spraken tijdens het HIV-symposium. De afgelopen jaren is het vaker voorgekomen dat er niet genoeg remmers aanwezig zijn in het land. Gezien 1,5% van onze bevolking leeft van het HIV-virus, moeten zij ten alle tijde toegang hebben tot de medicatie, zegt de internist-infectioloog. Door onderbrekingen in de supply chain, dus de aanvoerroute van de medicatie. En ook nu is er door vertraging in het bestelproces te laat medicatie besteld, waardoor we over een paar weken mogelijk een tekort gaan krijgen. We zetten nu alles op alles om te proberen dat er geen tekort komt aan medicatie. Het ministerie de directeur Volksgezondheid was vanmorgen ook hier. De problemen zijn daar uitgebreid bekend. En er wordt moeite gemaakt om te proberen de medicijnen toch nog op tijd binnen te krijgen. Maar het wordt wel een beetje spannend de komende weken. De HIV-remmers worden gebruikt om het virus in het bloed zodanig te onderdrukken dat de persoon langer in leven blijft, zegt Wache. Zij legt uit wat er kan gebeuren met patiënten indien er een tekort van de medicatie zou optreden. Ja, dus tekorten van medicatie willen we ten alle tijde proberen te voorkomen. Want als mensen HIV-remmers eenmaal gestart zijn, moeten die levenslang gecontinueerd worden. En elke onderbreking in medicatie heeft een risico dat het HIV-virus weer actief wordt en schade kan geven. En als het HIV-virus weer actief wordt, is de persoon ook weer besmettelijk. Dus kan HIV worden overgedragen. Dus zowel voor de individuele persoon die leeft met HIV is het belangrijk om die medicatie ononderbroken te kunnen voortzetten. Maar ook voor de verspreiding van HIV binnen de Surinaamse samenleving is het belangrijk als mensen goed behandeld worden, want dan zijn ze niet meer besmettelijk, niet meer infectieus, kunnen ze het HIV-virus niet meer op anderen overdragen. De internist-infectioloog blijft de samenleving op het hart drukken haar status te alle tijden te kennen of ervoor te zorgen dat het HIV-cijfer niet verder stijgt. Als een patiënt therapietrouw is en zijn medicatie op tijd gebruikt, is het virus in het bloed niet meer aantoonbaar of meetbaar. Dat wil zeggen dat hij of zij het virus dan niet meer kan overdragen.